Dan ben ik ook klaar met school. Wel nee. Gewoon nu al een break-up video nu maken. What is up mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ben in de Flipman, Zoomie en Nenet. Zijn nou Flippermeer? Wat? Je zei Flippermeer. Wat? Je zei, ik ben in de Flippermeer. Ik helemaal niet. Ik ga het zo meteen editen voor je, dan kan je het zien, dan. No bro, ik zei gewoon in de Flippermeer. Ik Flippermeer. Ik zei, ik ben in de Flipp. Ik hoor de Flippermeer, bro. Hé bro, jullie oren is de banaan in, bro. No joke. Flippermeer. Anyways, we gaan op dit moment naar de praxis toe, want we moeten dingen ophalen, want vandaag is de dag dat de studio helemaal op de schop gaat. Ik ben er echt super blij mee, want het heeft heel lang geduurd. Ik ga eindelijk mijn droomsetup maken. Ik moet naar de Action toe, ik moet naar de Gamma toe. Of nee, niet Gamma, Praxis. Ik moet naar de IKEA toe, want gordijnen worden opgehangen en zo. Het wordt echt een drukke dag vandaag. En daarvoor heb ik deze boys, want hij moet natuurlijk editen. Soemi heeft alles geregeld en zo. En zo. En het is lekker waardig hierin. De Zuidas. We gaan even de auto pakken en dan gaan we naar de eerste stop. En de eerste stop is de praxis. Dat was echt nergens voor nodig. Tering. Nou mensen, we zijn weer thuis. Oh my god, we zijn helemaal naar de Action gegaan. We zijn naar de IKEA gegaan. We hebben ook nog even een kleine stop gedaan voor meneer Wolfie. Want meneer Wolfie die had geen eten meer, dus we moesten even een paar dingetjes nog regelen voor hem. Maar ik ben nu thuis aangekomen en kijk eens wat er is aangekomen. De panelen. Antonio die is alles hier aan het klaarzetten, want het wordt allemaal dus vandaag geïnstalleerd in de studio. En er komen nog heel veel andere dingen aan. Hier heb je nog één groot paneel. Maar die is helemaal leeg. En op dit paneel gaan er dus heel veel foamblokjes komen. En dat is, je ziet het al een klein beetje als je hier zo kijkt. Oh, dat ziet er nice uit. Dat wordt heel sick, want de foam, voor de mensen die het niet weten, de foam is dus gesponsord door Big Block. Big Block, dikke SO naar jullie. Hier hebben we ook nog iets van 200 stuks. Dit is echt superveel. En je denkt van, Shaquille, dit is helemaal niet veel. Dit is gewoon één stukje. Nee. Als je dus eentje openmaakt, wordt hij dus meer. Zoals je hier ziet. Kijk. Dus in één paneel zitten dus twee panelen. En die heeft dus Big Block geregeld voor mij. Dankjewel Big Block dat jullie dit willen sponsoren voor mij. Want dit is gewoon super ziek. Ze hebben ook super nice akoestiek panelen. Dit zijn dan de 30 bij 30 en 5 centimeter dik. En dit gaat er allemaal op de muur komen. We hebben dit ook echt mooi afgeschermd. Ben en zijn mannen is ook weer aanwezig. Want Ben gaat het helemaal in elkaar zetten. Hij is al helemaal goed aan het meten. Kijk, hij begint al daarmee het puntje. Oh, ik ben zo excited, jongens. Echt, aan het eind van de dag gaat het er super mooi uitzien, toch Ben? Daar gaan we voor uit. Nice, nice. Daar gaan we voor zorgen, hè? Ja, ik heb net alles al gezien, hoe alles naar binnen werd gebracht. En dat is puikwerk hier, hoor. Zeker. Hier heb je ook alle LED-strips, die worden ook straks toegevoegd aan de panelen. Maar eerst moet er geboord worden en ook het foam opplakken. Oké, ik heb op dit moment een klein probleempje. Het ding is, ik heb te weinig kit, of in ieder geval kitlijm, weet ik veel hoe je dat noemt, om het vast te maken eigenlijk. Dus Ben zei tegen mij, je hebt veel meer nodig dan dat. Dus ik dacht van oké, is cool, prima, ik ga het nieuw bestellen. Dus het zou vandaag eigenlijk binnen moeten komen en het komt pas binnen om 5:30. Nou, we weten de werkuren, 9 tot 5. Heel erg jammer, maar ze komen pas om 6:30, 7 binnen. En omdat ze om 6:30 binnenkomen, komen ze niet op tijd, dus dan kan ik niet de hele muur gaan doen. Maar ik weet dat aan de overkant mijn buurman Hanwee wel nog kit heeft, dus dan gaan die even halen. Kijk eens. Ja, dat heb ik nodig, bro. Kijk, ik ben al ready. Yo, weet toch? Je weet toch? Ik weet niet of je dit allemaal in één hand kan. Oké, weet je wat, dit gaat niet lukken. Dit gaat vallen. Alright, thanks man. Hey, doei. Neem mijn camera, doei. Alright, we zijn nu de LED-strips aan het ophangen. Althans, ik niet. Antonio en Ben zijn ze aan het ophangen. De frame die staat er al helemaal in. Straks komt er dus een hele grote plaat overheen. En dan moet dit allemaal opgeplakt worden. Ja, de LED-strips, zoals ik al zei. Ik wil deze laten zien aan jullie, want deze zijn echt super sick. Dit zijn geen Philips Hue LED-strips. Ik ga volgende keer in een video uitleggen hoe ik dit allemaal heb gedaan qua LED-strips, want dit is geen Philips Hue. En ja, dit is veel goedkoper en dit is ook veel chiller, maar het werkt wel met Google Home. Dus ja, je moet even een beetje kijken hoe het beste is natuurlijk. Maar ik ga het jullie een keertje uitleggen. Nu ga ik even genieten hoe deze studiokamer in elkaar gezet wordt. Vanaf
Vanmiddag zijn we dus bij IKEA geweest. We hebben ook gordijnen gehaald. Want om het een beetje mooi af te werken. Als bijvoorbeeld Carla lekker bezig is in haar studiootje. En als ik ook aan het livestreamen ben of iets dergelijks. Dan kunnen we gewoon lekker gordijntjes ophangen. Dus deze worden straks ook opgehangen. Ook de lampen hier in de woonkamer. Zoals deze hanglampen. Die worden ook opgehangen. En oh, ik wil even een beetje gaan kijken hoe het eruit ziet, bro. Want dit ziet er zo sick uit. Kijk dan. Dit is gewoon echt top. De mannen zijn hard bezig. Dit is de eerste plaat. En dan moeten we nog het plafond. En ik... Dit ziet er al... Ik laat ze wel. Ik laat ze maar. Ik laat ze maar. Jongens, dit is sick. Oh. Ja, man. Ben, je bent een topper. Dankjewel. Echt, joh. John. Ja, John. Johnny is met de topper. Ja, hoor. Johnny boy. Ik doe gewoon maar wat. Nee, ik hoop dat je blij is dat het gelukt is. Ja, nee, dit ziet er voor een amateurtje. Nou, dit is geen amateurwerk hoor. Dit is echt top. Nou, dit project is Ben. Ben is de man. Wat Ben ook tegen mij heeft gezegd is dat hij deze platen dus ook zwart heeft gedaan. Want als je bijvoorbeeld een klein pitje gaat zien, kijk hier aan de zijkant. Is dus een andere kleur. En het zou niet mooi zijn als het een beetje een andere kleur is dan de panelen zelf. Maar dit is echt... Oh, het licht komt zo mooi naar voren. En dan straks ook nog het... Ik zeg het heel vaak, maar ja, ik ben gewoon verliefd. Ik ga vanavond hier lekker zitten en dan denk ik, ja, dit is hem. En dan kijk ik naar buiten en dan denk ik, ja, dit is hem. Dit is hem. Zo, ik doe ook iets. Ik heb het hele gordijn aan elkaar vastgemaakt. Het zijn in totaal 6 stukjes en die worden dus opgehangen, zoals ik al net zei. De panelen die staan al op de muur aan de achterkant, dus eigenlijk mijn backwall. En die worden dus nu volgeplakt met het foam. Ze zijn nu bezig met het kippen van de achterkant. En dan komen ze zo één voor één erop. En nu maar hopen dat ze blijven plakken hebben. Dat blijft plakken. Ja, oké. Okay. Gebeurt daar nog mee. Ja, nog heel veel te gaan. Hey jongens, we zijn 3 uurtjes verder en kijk eens, de muur achter mij is helemaal af. Dit ziet er zo sick uit, jongens. Kijk, dat ledlicht hier omheen. Ben gaat nu even naar Hanwee toe, want hij moet daar ook nog iets gaan doen voor Hanwee. Morgen komen ze weer terug, want dan gaan ze het plafond doen. De hele muur is er nu gewoon helemaal in. En het, oh my god, straks als het helemaal goed eruit ziet, dan kunnen we gewoon kijken hoe het eruit ziet. Maar dit is gewoon super sick. Kijk eens, Carla. Okay. Holy shit. Nice, toch? What? Is dit in ons huis? Dit is echt een zee. Snap je? Dit is zo raar. Dit is echt zo raar, joh. Ben, je hebt het echt top gedaan, hoor. Samen met Antonio. Ja, super. Dit zijn dus dan de panelen die aan het plafond komen. Ben heeft ook heel iets slims over nagedacht. Dat is dus dat de panelen heel goed aansluiten op het muurgedeelte. Dus dat komt hier aan de bovenkant. Maar omdat het andersom staat... Dan komt het aan de bovenkant. Dus dat wordt echt super, super sick. Dat wordt echt nice. Maar dit is de eerste deel. En het eerste deel ziet er al gewoon sick uit. Ben jij wel? Ja. Oké, maar in juli dan? Voor mijn verjaardag? Dan ben ik ook klaar met school. Normaal dit? Gewoon nu al een break-up video nu maken? Ah jongens, Gio en Jade zijn even langsgekomen om even te checken hoe het huis eruit ziet. Jongens, wat vinden jullie ervan? Ja, zullen wij weer gaan, Jade? Ja, ik zou teruggaan naar Hilversum eigenlijk, man. Ah ja, toch? Yo, weet je hoe lang het duurde voordat wij hier... Yo, 3 dagen, 5 auto's verder, heen en weer, Hilversum hier, Amsterdam zo. Hey, nee. Ja, kijk, ik ben er niet in Hilversum geweest, maar nu ik dit zie, denk ik, ja... Kan alleen maar beter zijn, denk ik. Oh my god, oké, is goed, Jade. Is goed. Maar, ja, nee, echt jullie eerlijke mening nu? Nee, echt super lijp. Echt nice. Heel mooi. Nice. Ja, ik vind het ook nice. Wat is dit? Ik vind dat ja, nice. Ja, vind je het ook nice? Ja, ik vind dat nice. Wil je hier Ik wil hier wel wonen op zich. Je woont hier al. Je staat hier ingeschreven, slim. Hey, Wolfie. Nice. Jawel. Dit is echt heel cute. Wat doe jij? Oh, hè? Bro! Oh, hè? Doe je daar wel licht uit? Yeah. Ja, je kan letterlijk met één knop alles uit doen. Hij zit gewoon rustig te drukken. In één keer gaan de grasproeien naar scènes! Niet doen! Oké, laat het nou. Niet... Oh. Hey bro, ik ontdek dingen die je nog nooit ontdekt hebt. Wacht eens even. Oh, dit is weg. Oh, maar dat wil ik niet. Wacht even. Kutzooi, hoe doe je dit al? Hoe doe je dit? Goed. Ah, het is een grote vraag, hè? Ja, dit ding is echt... Ik snap er zelf soms ook gewoon niks van. Klein beetje ding. Nice. Got it fixed, boys. Kan je niet meer aan mijn dashboard ding zitten? Wat is het? Dus? Oh, die, ja. Oh, ja. Ja, sorry, schat. Kijk. Oh my god. Hey, Boefje, Wolfie, hoe heet ik er? Wolfie. Wolfie! Hier! Kijk, wat schrok. Hij schrok.
Nee, goh, ik zou ook schrikken als iemand zo hard schreeuwt. Nee, leek hond. Wel goed dat je Dutch verstaat. Dat was echt Dutch. Ja, kom hier! Of misschien was het wat komen. Laufen! Is hem. Laufen! Zit ze. Nick Kouwen. Wie is het? Kijk. Besef, jouw vlogs gaan alleen maar puppy worden komen. Snap je? Alleen maar puppy content. Ja, maar je hebt wel mijn views gegeven, dankjewel baby. Loop je. Ik hoef niet meer te kijken. Dit is Carla, die is lekker aan het dansen en ze is aan de Ik heb haar haarmasker in mijn haar. En ik ben er net achter gekomen dat mijn hond wenkbrauwtjes heeft. Poppy, kom eens hier. Kom eens even je wenkbrauwtjes laten showen. Kan je dat zien hier? Okay. Ik ging echt stuk. Nee, je ziet het niet op. Oh, jawel. Ja! Wie is hier, mooie hondje? Dat ben jij. Oh. Heb je de keer gegeten, schatje? Nou, we hebben dus net allemaal displays opgehangen. Jullie hebben het al gezien dat ik in het vorige huis dat ik allemaal displays had opgehangen. Vooral op die pilaren, et cetera. En daar is dus heel mooi licht op. We hebben hier eentje gezet. Carla vindt het een beetje droog. Aan de ene kant, ik vind het wel nice hoor. Ik, ja. Het is misschien een beetje wennen, maar... Hey, it's something. We kunnen het altijd nog veranderen. Dat we bijvoorbeeld hier je playbutton doen. Oeh. Dat was ook wel een goede geweest, hè? En dan maak je het wel maar één glijstje naast. En eigenlijk moet gewoon een heel groot kunstwerk met een dikke frame hierom. True. Maar ik ook zit te denken, we zouden hier gewoon een lange spiegel kunnen doen, waardoor de gang heel groot lijkt. Vlogcamera gaat aan gelijk allemaal die ideeën. Ja, dat zouden we eerder moeten doen. Snap je? Ja, maar we kunnen dit altijd wel weghalen. Maar voor nu is het wel nice. Een lange spiegel, zeg maar zo. Gewoon groot. Eigenlijk die spiegel die in de dinges is. Kijk, als je bijvoorbeeld zo'n spiegel hebt. We hebben eerder nooit een spiegel gehad bij de uitgang. En ik moet je zeggen, het is zo top. Ja. Soms word ik wakker en ga ik zo de deur uit. Zonder ook maar iets aan mijn uit te doen. Alleen tandenpoetsen natuurlijk. En dan zie ik dat mijn hele ogen zwart zijn. Ja. En toen zag ik, ziek eruit. Ja. Dus deze spiegel, als je bijvoorbeeld die helemaal in de gang zet. Dus zijwaarts, horizontaal. Ja, dat is horizontaal. Dan ziet het er super nice uit, lijkt mij. Misschien moet die wel iets groter. En nu niet de spiegel laten vallen. Dat is... Oh boy. Ja, tussentijds zijn we ook allemaal wasjes aan het doen. We hebben hier allemaal was op de gang zitten. En we hebben hier de wasmachine. Oké, nee. Nee, dat is niet nice. Zie je nu dat ik een wondje heb omdat het wolfje me heeft gebeten? Echt? Ja, zie je dat bloed op mijn kin? Is het een wondje? Ja, wolfje heeft me gebeten daar. Of niet? Maar nee, is niet nice. Nee, is niet nice. Oef. Ja, het moet echt een grote schilderij worden. Maar voor nu, dat is nice. Zijn er toevallig kunstenaars die dit kijken? Hit us up. Hit us up with something nice. We hebben ook hier eentje opgehangen. Deze was altijd in de woonkamer. En we hadden altijd eentje van Amsterdam. Omdat we beide uit Amsterdam komen. Of in ieder geval, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Carla is verhuisd van Enschede naar Amsterdam. Er zaten nog een paar steden tussen, maar ja. Oh, ja. Okay. Ik heb wel, denk ik, al 5 jaar of zo in Amsterdam gewoond. Echt? 6, 7, ja. Zo lang al? Ja, maar jullie studietijd, hè? Oh shit, damn, dat wist ik niet eens. Ik dacht dat het iets van 3 jaar was of zo. Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel... Carla is zo slim, jongen, dat wil je niet weten. Ze heeft die diploma, pap. Weet je wat ik niet, hè? No? Ik heb geen veterstrikdiploma. Oeh, dat... Heb je mij ooit zien veterstrikken? Hé, hey, doe eens even rustig. Je moet niet roepen. Nee, hij moet... Oh, dat zou misschien wel kunnen, ja. Oké, we gaan even het dingetje uitlaten buiten. Nou, we hebben dus de posters lekker opgehangen. Hier staan er al een paar. Morgen wordt dus de hanglamp boven de tafel gezet. Alle lichten worden ook opgehangen. Ze hadden vandaag niet echt zoveel tijd er meer voor, want ze waren echt de hele tijd bezig dus met deze sikke muur. Holy shit, dit ziet er toch fucking sick uit, joh. Ik kan het blijven zeggen. Het is zo mooi en het is gewoon eigenlijk een jongensdroom van mij om dit eigenlijk in mijn bezit te hebben. Dit is eigenlijk mijn droomkamer. Ik heb altijd al een setup zo willen hebben en dat ik, ja, dat ik dit kan doen met deze foam en dat soort dingen. Ik weet niet. Als je ziet hoe ik echt letterlijk 8 jaar geleden in een kamer zat, dus op zolder bij mijn moeder, dat je gewoon met 2 beeldschermen en dan 2 verschillende beeldschermen, dan een LCD-scherm, zo'n vierkant 4.3 en dan daarnaast een monitor van je televisie waar je altijd PlayStation op speelde. En als je dan van dat naar dit kan gaan, naar zo'n sicke setup en dan ook nog eens dit als wall hebben, ja, dat is
ja, heel eerlijk gezegd, dat doet mij echt heel veel. En dat heb ik ook te danken aan jullie. Want zonder jullie had ik het niet kunnen doen. Ik ben ook keihard aan het werken. Niet eens alleen aan YouTube, maar ook met werk en dat soort dingen. Ik ben echt, denk ik, toch wel per dag 14 uur bezig. Met het maken van content en met werk natuurlijk ook. Ik heb een vriendin, Carla. Ik heb nu een hondje, Wolfie. En ja, dat vereist gewoon superveel tijd. En dat vind ik niet erg. Like, ik hou ervan. Dat is ook de reden waarom ik ook hier naartoe ben verhuisd. Ja, het komt gewoon allemaal goed uit. En ik ben gewoon hartstikke, maar dan ook hartstikke blij dat ik dit allemaal kan doen. Morgen komen de heren weer terug. Ze komen morgen vroeg, want ik moet morgen dus vroeg naar kantoor toe. En dan gaan ze de muur afmaken. Dan denk je misschien, hoe bedoel je de muur afmaken? De muur is al klaar. Hoe dan? Nou jongens, we gaan niet alleen de muur doen. We gaan ook het plafond doen. Jazeker. Aan de bovenkant komen er 4 plateaus te staan. En dan denk je misschien van, oké, dat zijn alleen maar plateaus. Heel leuk en aardig, maar dat gaat niet echt zo tof eruit zien. Kijk eens daar even. We hebben nog 30 meter aan ledstrips. En die ledstrips gaan dus om de panelen op het plafond. En die kunnen dus weer connecten met de muur aan de achterkant. En als dat in één geheel is, dan gaat het er heel sick uitzien. Maar dat in de volgende vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. We waren all over the place. We waren naar Praxis. We waren naar de Action. We waren naar de IKEA. We hebben echt superveel gedaan. De heren zijn hier gekomen. En morgen komen ze weer terug. En dat is voor de volgende vlog voor jullie. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg appreciëren als jullie even op dat like knopje zouden drukken. Wil je nog allemaal dingen zien wat er omtrent het huis. Wat er allemaal gaat gebeuren. En misschien zelfs de studio. Laten we gaan voor de 600 likes. Want de vorige video's hebben jullie echt massaal geliked. 400, 500 likes. Ik wil eigenlijk rond de 10.000 views zitten en rond de 1.000 likes krijgen. Dus als jullie nu de 1.000 likes krijgen, dan komt er zo snel mogelijk een home tour en een studio tour. En die gaat er super sick uitzien. Anyways, voor nu, slaap lekker. Ik ga lekker slapen. En er is nog maar één ding wat ik kan zeggen. En dat is tot de volgende. Yo, yo.